Cambuur is niet alleen de club van Marcel Rietsmaier. Cambuur is natuurlijk ook de club van oud-PSV-trainer Dwight Lodewegens. Die sleepte met zijn Cambuur eerder dit seizoen een zeer verdienstelijk 0-0 gelijkspel uit het vuur in Eindhoven. En ook in Leeuwarden verwacht Lodewegens vuurwerk, want topploegen hebben het bij Cambuur traditioneel altijd lastig. Twente is hier geweest en die hebben het ook heel moeilijk gehad tegen ons. We verloren net op een nippertje met 1-0. Ajax wint hier in de laatste minuut. Ja, Heerenveen heeft het loodje gelegd hier. Die wonnen we dan. Het zijn vaak mooie wedstrijden. Hè, met vaak ploegen. Ajax wil spelen. Heerenveen wil eigenlijk spelen. Ik denk dat PSV dat ook wil. Nou, wij willen dat ook. Dus het is vaak een mooie open wedstrijd. In hoeverre is het kunstgras in jullie voordeel? Nou, ik heb het veld gezien. PSV AZ. Ik ben er geweest bij die wedstrijd. Iedereen glijdt alle kanten op. Ik denk dat die jongens het misschien wel een zegen vinden dat ze hier op kunstgras kunnen spelen. Mooi vlak, je glijdt niet uit, je kunt lekker voetballen. Het is kunstgras van een heel hoog niveau. Dus ik weet niet of dat wel zo voor. Iedereen went tegenwoordig aan kunstgras. Iedereen kan daar ook op trainen. PSV heeft ook velden erachter liggen met kunstgras. Dus daar wennen ze wel aan. Hoe kijk je aan tegen datgene wat PSV de afgelopen maanden is overkomen? Ik kan me gewoon voorstellen dat het een heel natuurlijk proces is. Hè? Iets jonge jongens iets leren en dan op een heel hoog niveau waarin de verwachtingen heel hoog gespannen zijn. Dan moet je gewoon geduld hebben. Dat gaat met vallen en opstaan. Ja. Wat verwacht jij voor wedstrijd hier tegen PSV? Volgens mij een hele mooie pot, dat denk ik wel. Dat hebben we ook in Eindhoven gedaan eigenlijk. Hè? We werden geacht dat we dat nooit zouden winnen. Dat hebben we ook niet gewonnen. We hebben gelijk gespeeld. We hebben het heel goed gedaan. En ik denk een soortgelijke wedstrijd dat we die hier kunnen verwachten.